ICT-dienstverlener Itineris is de snelst groeiende KMO van Oost-Vlaanderen en krijgt van het magazine Trends het tweede jaar op rij de titel van Trends Gazelle Ambassadeur. Edgard Vermeersch startte in 2003 met het bedrijf in een container in Deinze. Vandaag huist Itineris in een vernieuwd kantoorgebouw in Deurle, vlakbij Sint Maartenslatum. Itineris speelt in op de groeiende vraag naar ICT-applicaties en consulting voor energiebedrijven. Itineris ontwikkelt software gebaseerd op het platform van Microsoft Dynamics AX. Itineris richt zich specifiek naar nutsbedrijven, dat wil zeggen water, gas, elektriciteitsbedrijven. We gaan eigenlijk die bedrijven gaan ondersteunen bij het automatiseren van hun back-office processen. Zij gaan er van offertering, contracteren, heel het billing gebeuren en het betalingsverwerking. Het gaat dus over massavolume processen. Om je een voorbeeld te geven, een Vlaamse maatschappij voor watervoorziening, daar doen wij de volledige back-office voor. Dat wil dus zeggen dat we maandelijks alle 1,3 miljoen aansluitingen worden gefactureerd door onze systemen. Itineris levert ook software voor de back-office van de Antwerpse waterwerken. Wij zijn een nutsbedrijf, actief in de productie en distributie van drinkwater. Om je daar enig idee van te geven, wij produceren 150 miljard liter water op jaarbasis, waarvan dat er eigenlijk een goede 40% naar de industrie gaat. Dan van het overige gaat ongeveer de helft naar aan de andere drinkwatermaatschappijen en de rest dat wordt nog gedistribueerd naar onze eigen drinkwaterklanten. Microsoft levert ons al de basis ERP-functionaliteiten. Dan moet u denken aan boekhouding, aan magazijn, aan aankoopbeheer, HRM, al dus courante functionaliteiten die ook in andere ondernemingen moeten kunnen gesupporteerd worden. Maar dan het specifieke administratief gedeelte naar onze drinkwaterklanten, dus heel de organisatie daarvan, de contracten, de facturatie, de betalingen, ook het volledige logistieke luik, opvolging van werken in het kader van aansluitingen, in het kader van eventueel reparaties, lekken die moeten opgespoord worden en gerepareerd worden. Wel, daarvoor hebben zij eigenlijk specifieke software ontwikkeld. Itineris is sinds de oprichting gegroeid van een startende onderneming naar een omzet van 14,8 miljoen euro. Een rendabiliteit van 2,4 miljoen euro EBITDA en 90 medewerkers. Naast de Belgische markt bedient Itineris sinds 2006 ook de Nederlandse markt. Onder andere Eneco en Delta. Beide bedrijven behoren tot de top 5 van de grootste energieleveranciers in Nederland. Als klein bedrijf, en wij zijn natuurlijk klein in vergelijking met een aantal Nederlandse concurrenten, heb je natuurlijk heel sterk oog voor de kosten. Als je praat over jong en flexibel, heb je het ook over, dat druk je ook uit in de prijs. Als wij offereren, doen we dat door de bank genomen tegen een lagere prijs. Ja, dat is duidelijk. En dat we dat ook veel beter zien, omdat je zelf klein bent, heel erg op de kosten moet letten. Snap je veel beter dan grote bedrijven die daar heel formalistisch in zijn. Wij zitten vrij direct op de bal.